als je zussen bent en met z'n vriendinnen, dan ben je ook wel Sister BFFs. En dat nummer kennen jullie denk ik allemaal wel. Dus zing hem zo hard als je kan mee. High five. Kom mee. Beste van mij, beste van jou. We hebben Sister BFFs. Staten we zijn, ben ik op mijn trouw. We hebben Sister BFFs. Ja, ik en Rosanne, wij doen dus mee aan het televisieprogramma op SBS6. Misschien hebben jullie dat ergens voorbij zien komen. Ja. Het heet De Alleskunner. En de bedoeling van het programma is dus dat je alles kan. Alle soorten spelletjes, van spelen te poepen tot een kussengevecht. Je moet alles kunnen. Wat is het spel? Ja, alleen Rosanne hier. Die is al uit. Alleskunner, want die ligt er al uit. Nee, precies. Ik lig helaas al uit, maar... Milene zit nog in de race, hè? Ik zit er nog in. We hopen natuurlijk dat Milene de alleskunner wordt. Ja, en het is op vrijdagavond om 5:10 op SBS6 dus. Ja, dus als ik jou was, dan zou ik eigenlijk ook wel mee willen zijn. Maar ja, weet je, als ik jou was, zou ik toch ook wel mij willen zijn, hoor. Ja, hier is Wanna Be You! Want als jij wil, baby, ik follow me, say what I say. Ja, wij hoorden vaak dat dit nummer ook wel eens te zien als op TikTok, dat er een hele grote trend mee was of zo, toch? Ja, precies. Ja, het was een AirPods in hun oren, ik ben stoer, ik ben fab. Ja, dat is heel leuk met het nummer om te zien. En het volgende nummer, daar gaat nog wat over veranderen. Dat is een beetje een traditie wat wij eigenlijk altijd doen. Ja. Jullie hebben het net ook al gedaan. Namelijk een selfie maken. Dus als je het zelf wil, kom er allemaal een beetje bij. Doe je handen in de lucht. En natuurlijk lachen, hè? Kom maar even een selfie. Ja! Oké, wacht, dan gaan we lachen. En dan kan ik er ook nog. Lachen! 3, 2, 1. Ja! Gelukt! Wie weet het? Meer mijn selfie. Ja? Meer mijn selfie! Zingen we maar lekker mee. Ik weet wat die is. Jij je komt en ik heb nou haar klaar. Voordat we gaan afsluiten met ons laatste nummer. Dat nummer hebben wij gemaakt voor onze theatershow. #2020. En daarin gingen we eigenlijk allemaal TikTok tips geven. Maar ja, de corona is helaas gepauzeerd. Dus misschien gaan we hem in een nieuw theaterseizoen alsnog spelen. Dus maar, dan kunnen jullie allemaal weer komen kijken. Ja, en daarvoor hebben we speciaal een nummer geschreven. Hier is eigenlijk gaat over ons nieuwe eigen twintiger zijn, hè? Precies. En dat het heel leuk is om twintiger te zijn, dat je lekker veel kan feesten. Nou ja, als er geen corona was tenminste. Ja, dus hopelijk kan dat ook snel weer, zoals we hier nu ook aan het doen zijn. Dus laten we er met z'n allen nog even één groot feestje van maken bij ons laatste nummer, 2020! En jij zit er dus nog in? Ik zit er nog in, ja. En wat is de moeilijkste wat je hebt moeten doen? Wat ik tot nu toe heb moeten doen, het moeilijkst? Ja. Ja, jij bent ook al bijna. Moet je niet zeggen wat er nog gaat komen? Nee, dan moet je niet kijken. Maar wat ik al heb gedaan, wat moeilijk was... Oh, dat komt nog. Wat? Ja, dat komt nog. Ik vond de ballon opblazen, want we moesten een hele grote ballon opblazen. Zoiets! Ja, zo, nou, wel ongeveer zoiets hoor. Zo moesten we opblazen tot die knapte. Oh ja, dat vind ik zo echt. Dat is echt moeilijk, want het wordt steeds moeilijker natuurlijk. Dus dat vond ik echt heel lastig. Heel fanatiek, je wordt heel fanatiek van het spel. En je gaat echt met de knop om en iedereen gelukkig. Maar het is gewoon knop omzetten en gewoon gaan. Nou, helemaal goed. Succes! Dankjewel. Aankomende donderdag, toch? Vrijdag. Goed. En volgend jaar zien we jullie weer, hè? Ja, zeker. Oké. Geef een groot applaus. Even vanuit de edit een update over het programma waar ze het nu over hebben.
Het heeft geen nut meer om te kijken. Milena ligt er inmiddels ook uit. Hi, ik heb deze. Wat kan je ze openmaken, want het is breekbaar. Oké. Goed, dat gaat gelijk ervoor. Ik heb bewust al een bubbel plastic. Ja. In de studio geweest en dit is een van onze meest speciale nummers, omdat het eigenlijk heel erg over onszelf gaat, maar ik denk dat jullie het wel gaan horen. Hier is It's Okay. Hey, Dua Lipa ook een dansje op dansen. Wow! Oh, nice, goed. En heb je die zelf bedacht? Nee, dat niet? Volgens een dansles zeker. Oh, wat leuk, super leuk. Heel leuk. Ja, nu vallen we met het editschema en met de editors. Maar die komt er zeker aan, nog. Ja, hij is echt heel gaaf. Een datum. Nou, dat mogen we nog niet zeggen, maar we hebben wel een datum. Ja, we hebben al een datum, maar dat wordt bekendgemaakt op ons Instagram. Ja, en we hebben hem ook al gezien, dus hij is heel gaaf. Hij is al. Hou onze Instagram in de gaten, daar delen we alles wanneer het online komt. Dus hou dat zeker in de gaten, Remix Girl Band. Hey, Tommy, zo, je hebt fans? Ja.
We gaan nog een traditie aanhouden. Ja. Ik ben dood. Het is 6:30 's avonds en ik moet nog 4 uur naar huis.